Welkom bij de samenvatters. Dit is wat jij de afgelopen week hebt gemist qua game nieuws. Ik ben Tjeerd. En ik ben Martin en we beginnen natuurlijk met het belangrijkste nieuws van deze week. Want er is iemand naar de McDonald's geweest. Ja, dat is natuurlijk geen nieuws, maar hij heeft wel een kipnugget gevonden in de vorm van een Among Us personage. Wat? Ja, echt waar. En hij had ook zoiets van, wow, dit is heel erg speciaal. Laat ik het snel te koop zetten op eBay. En dit is heel erg bijzonder, want ondertussen staat de teller op $80.000. Microsoft merkte nog wel op van, hey, hier zit de verkeerde saus bij. Dat is niet cool, jongens. Dus die zeiden, jullie hebben deze saus nodig. Ik ga het niet uitspreken, want dat lukt me namelijk niet. Maar het is een soort van sojasaus. Zal ongetwijfeld heel erg lekker zijn. En de verkoper heeft het toegevoegd. Dus betaal je minimaal dus nu $80.000 voor deze kipnugget. Dan krijg je ook die lekkere saus erbij. Ja, ik zag deze week ook een nieuwtje langskomen van dat iemand een hamburger had die op Ruud Gullit leek. En volgens mij begon laatst mijn Collector's Edition van Ellie te huilen. Misschien is die ook wel geld waard. Ik zou het gewoon op eBay zetten, je weet maar nooit. Gouden Audi's voor iedereen. God of War komt in 2022 pas uit. Dat is eigenlijk een beetje een teleurstelling voor mensen die God of War zijn. En de uitkeken naar Ragnarok, het tweede deel, het tweede nieuwe deel eigenlijk van God of War. Gemaakt door Santa Monica Studios. Ja, ze hebben het druk en ze maken het. Ze kunnen het niet maken om hem in 2021 af te maken, omdat het gewoon te veel werk is. En ze willen toch ervoor zorgen dat de mensen die werken aan die game niet te hard moeten werken. Dus geen crunch, zoals we wel vaker zien bij games die zo snel mogelijk af moeten. Dus dat duurt nog wel even. Er is vandaag ook bekend geworden dat Horizon Forbidden West, die onthuld is met een trailer vorige week, dat die ook pas waarschijnlijk in 2022 uit gaat komen. Dat is een beetje een domper voor mensen met een PlayStation 5 en voor mensen met een PlayStation 4. Want God of War die komt sowieso ook nog uit voor de PlayStation 4. En volgens mij voor Forbidden West ook, toch Martin? Ja, klopt. God of War en Forbidden West komen beide uit voor de PlayStation 4. Natuurlijk, de installbase van de PlayStation 5 is nog niet heel groot. Ontwikkelkosten van zo'n videogame zijn groot. Dus ze moeten er aardig wat van verschepen om sowieso die kosten te kunnen dekken. Dus dat is niet zo heel gek. Maar het liefst heb je natuurlijk wel dat zo'n game volledig wordt ontwikkeld voor de next-gen consoles. En dat ze geen gas terug hoeven te nemen. Nou ben ik natuurlijk geen ontwikkelaar, dus ik weet niet precies hoe dit zit. En misschien hebben ze ontwikkelaars zoiets van, ja, dat is helemaal niet moeilijk. Wat lul je nou? What? Bro, what are you talking about, man? Maar we moeten dus nog even wachten op God of War 2022. En de release van Horizon Forbidden West is nog helemaal niet zeker of die dit jaar wel gaat redden. Ik denk zelf ook van niet. Dus nog even afwachten. Wat nog niet heel lang meer afwachten is de nieuwe Nintendo Super Switch Pro. We weten op het moment van opnemen nog niet hoe die gaat heten. Maar het zou zomaar kunnen dat die... Hey, de buurman gaat boren. Goed, dat was de buurman. De Super Nintendo Switch Pro. Hij is ofwel aangekondigd of nog niet. We weten op het moment nog niet. Dus misschien weten we nu al de naam. Het zou zomaar kunnen. Want het gerucht is dat hij vandaag, gisteren of morgen zou aangekondigd worden. Zo voor E3. Zodat developers die games maken voor de nieuwe snellere Switch ook hun games kunnen laten zien op de nieuwe snelle Switch. Voor op E3. Dus... Er zit eraan te komen geruchten zijn. En misschien is het dus wel waar of niet waar. 4K kan je afspelen op je televisie. OLED-schermpje in de Switch. Hetzelfde formaat. Maar dus betere specs. We houden het in de gaten voor je. Dus misschien weet je het allemaal wel. Misschien nog niet. De nieuwe Switch Pro dus. Of de Super Switch Pro. Of de whatever Switch Pro. Nieuwe Switch. Days Gone, dat was een gamepje die niet heel erg goed werd ontvangen, maar over de loop der tijd toch best wel wat fans heeft opgebouwd. En die is nu ook uit voor de PC en die schijnt heel erg goed te zijn. Dus als je een PC-versie van die game wilt checken, dan zou ik dat zeker een keertje proberen. Die mensen die game hebben gemaakt, die werken aan een nieuwe IP. Dus een intellectual property, dat wil zeggen een game in een compleet nieuw universum met een compleet nieuw protagonist, dat soort dingen. Die werken aan een nieuwe IP. Het zou een open wereld game moeten worden waarbij ze eigenlijk de les die ze hebben geleerd bij het maken van Days Gone kunnen implementeren. En het zou ook wel vet zijn als bijvoorbeeld die Horde
technologie daarin zouden kunnen verwerken. Het is in elk geval goed nieuws dat er uit de stal van Sony PlayStation toch weer echt iets nieuws gaat komen. Het is altijd leuk, verse nieuwe games, nieuwe dingen om naar uit te kijken. Ik kijk er in elk geval uit. Ja, nou, waar we ook naar kunnen gaan uitkijken is Far Cry 6. Daar is voor het eerst gameplay van getoond. Dat was afgelopen week. En toen hadden natuurlijk al net samenvatters opgenomen. Dus in deze samenvatters de beelden van Far Cry 6. We weten wanneer die uit gaat komen. Dat is ook na de zomer, 7 oktober zo uit mijn hoofd. En dan kunnen we naar het eiland Yara gaan. Je speelt met een guerrilla strijder. En je moet het eiland bevrijden van Kipman. Zullen we hem even zo noemen? Je kent hem natuurlijk uit Breaking Bad en uit The Mandalorian. Hij is de bad guy dit keer samen met zijn zoontje. En jij mag dat eiland gaan bevrijden. Dat kan je allemaal doen met hele gekke wapens. En ja, eigenlijk is het gewoon Far Cry 6. Alleen in een andere omgeving. Met andere amigos heet ze dit keer. En ik kreeg er een vakantiegevoel van. En ik heb wel zin in vakantie. Dus kom maar door met Far Cry 6. En volgende week, waar ze ook mee door mogen gaan komen, Tjeerd. Ja, ik wil nog even over Far Cry 6 zeggen. Ik ben wel blij met het feit dat ze wat meer de gekke kant op gaan. Dus wat minder gewoon standaard wapens en wat dan ook. Ook echt een stad en zo. Dat is al even. Ja, dat hebben we eigenlijk nog niet echt gezien. Dat zijn eigenlijk alleen maar dorpjes geweest in de vorige Far Cry. Dus dat vind ik wel echt heel cool dat ze daarheen gaan. Dus ik ben hyped. Ja, nou ja, ik zie je al helemaal losgaan op die Macarena gun natuurlijk. And some very unique deadly weapons. Ja, die is fantastisch. Wauw, ja. Daar heb ik echt zin in. Waar ik ook zin in heb. Ha, Martin. Bruggetje, ja. Volgende week dan gaat de E3 beginnen. Tenminste, rond het einde van de week. Dan gaan wij in elk geval los op donderdag al. Dus daar moet je zeker naar uitkijken. Volgende week hebben we dus een beetje een aangepast schema op ons YouTube-kanaal. We gaan vol kijken naar alle leaks die natuurlijk vrij gaan komen volgende week. Daar zijn we van overtuigd. Dat gebeurt namelijk elk jaar. Maar dat niet alleen, Martin. Er gebeurt nog veel meer. Ja, Ratchet & Clank komt uit voor de PlayStation 5. Dat is natuurlijk een titel waar veel mensen naar uitkijken. Dat wordt bijzonder. Wat ook bijzonder wordt, is eindelijk de onthulling van Battlefield 6. We hebben eigenlijk met z'n allen die trailer al in verschillende screenshots en al gelekt kunnen bekijken. Maar ja, misschien gaan we nog wel wat meer zien. Dus dat allemaal volgende week. Dus hou jij van het medium videogames, dan moet je volgende week op één plek zijn. En dat is hier bij ons sowieso vanaf maandag. Natuurlijk elke dag gewoon het laatste nieuws, leaks van E3. Maar vanaf donderdag gaan we helemaal los vanuit onze E3 compound in Leiden. En gaan we 24 uur per dag jou voorzien van het laatste nieuws van E3. Dat doen we live op Twitch, live op YouTube, live op onze website, op Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Snapchat hebben we niet, maar die gaan we aanmaken voor jou. We zijn overal. Dus wil je niks missen van E3, dan is er maar één plek waar je moet zijn. Dus abonneer op dit kanaal en dan zien we jou dan daar. Doei, groetjes.